In de Maastunnel wordt vanaf 15 november het fiets- en voetgangersdeel gerenoveerd. De fietstunnel gaat 7 maanden dicht en de voetgangerstunnel 11 maanden. Tijdens de renovatie kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een veerpont. Deze vaart vanaf 's ochtends vroeg tot in de avond tussen de Sint-Jobshaven en de Sint-Janshaven. De veerpont vaart per uur 3 keer heen en weer. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/fietstunnel.